lezen en verrassing. Huh? En van mij wordt het lezen en verrassing. Ja, daar ben ik eens benieuwd wat er van denkt dan. Ja. Hè? Dus het was gisteravond wel een beetje wild. Hè? En heel veel sociale media ontploft. Hè? WhatsApp ontploft. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik dat na het weekend weer op orde heb. Vorige week woensdag werd in het programma 1 Vandaag de winnaar bekendgemaakt. Dat ze zou winnen was een grote verrassing voor Anja Niewiera. Ja, nuchter denkend had ik het niet verwacht, omdat ik natuurlijk de onbekende ben. Hè. De andere 5 zijn toch beroemde namen. En dan ga je er niet van uit dat je die prijs wint. Ik dacht dat Israël, de man van Reinerwold, het had gewonnen. Dus dat, maar het was heel speciaal. Echt heel bijzonder. Ja. Ik vind het een goede keuze geweest. Ik heb het boek gelezen en het was heel fascinerend zoals ze dat beschreven heeft. Ik vind het zeer terecht, want ik heb ook op haar gestemd. En ik heb die andere boeken niet echt gelezen, maar ik had zoiets van, het is een Limburgse dame. En dat vind ik toch wel heel belangrijk, dat die mensen ook in het nieuws komen. Ja, meer dan terecht. Ja, ik heb vanochtend even stilletjes in mezelf geapplaudisseerd toen ik het hoorde. Ja. En bij de lezing is ook al een aankondiging gemaakt over het nieuwe boek dat Anja aan het schrijven is. En zoals het eruit ziet, heeft ze al een paar kopers klaarstaan. Ja, ik ga dat zeker lezen. Ja, ik ben echt benieuwd hoe ze dat verder heeft uitgewerkt. Oh ja, absoluut. Ja. Zeker na vanavond. Ik ben geïntrigeerd door wat ze vanavond verteld heeft. En de achtergronden van haar opvattingen. Het nieuwe boek is pas gepland voor volgend jaar, dus het is voor nu nog even uitzitten.